Beste Rini Felix, dankjewel voor je vragen. Jij maakt je zorgen. Zorgen over de intolerantie in andere landen. Dat je daar geen kerk kan stichten. Dat je daar niet jezelf mag zijn. Ik deel jouw zorgen. We moeten er ook voor vechten dat je overal in de wereld gewoon jezelf mag zijn. Gelukkig mag dat in Nederland wel. En ik hoop dat je het met me eens bent dat je niet de intolerantie in andere landen kunt bestrijden door zelf in Nederland intolerant te worden. Als één ding heel waardevol is in dit land, dat is de vrijheid om jezelf te kunnen zijn. Waar je ook vandaan komt, wat ook je geloof is. En ik hoop dat jij en ik dat delen. De vrijheid als hoogste goed. Verder maak je heel veel zorgen over grote projecten in de zorg, zodat het geld niet bij de patiënt terechtkomt, maar in gebouwen gaat zitten. Ook dat ben ik heel erg met je eens. Ik woon zelf in Zuid-Limburg en daar heb je ziekenhuizen die niet samenwerken, maar concurreren. En daarom veel te grote en dure gebouwen neerzetten, daar is de patiënt niet mee geholpen. De Partij van de Arbeid wil stoppen met de marktwerking in de zorg. En ervoor zorgen dat ziekenhuizen gaan samenwerken en niet elkaar gaan concurreren. Zodat ze het geld stoppen in de verpleegsters, in de dokters en in de patiënten. In plaats van in veel te grote en dure gebouwen.